jij hier? We hebben hier nu 35 lopen ongeveer. En er moeten er nog een stuk of 15 kalven. Op hoeveel hectare? Op 35 hectare. Voor mijn gevoel kan jij minstens 10 keer zoveel koeien kwijt, toch? Ja, of zie ik dat helemaal verkeerd? Ja, dat kan zeker. Ja. Dus dat is een beetje het model. Dus je hebt high-output modellen. Maar dat is ook vaak high-input. En wij hebben eigenlijk een low-input model. Dus we heel weinig. We gebruiken geen kunstmest, geen krachtvoer. Een klein beetje kruiden en oergranen. En dat is het dan wat we op ons bedrijf halen. Voer wat we aan de kalveren voeren. Er zit van alles in. Er zit bijvoorbeeld ook dit is banaan. Banaan? Ja, schoon banaan. Dan zie je kruiden, dat voeren we aan de koeien. Dus naast dat de koeien kruiden hebben in het grasland, voeren we ze ook gedroogde kruiden. En dat is eigenlijk om de weerstand op peil te houden. En dat geeft ook wat extra smaak aan de melk. Die smaak is belangrijk en die voedingsstoffen die erin zitten. Dus melk is helemaal niet wit. Maar wel heel belangrijk. Wat? Melk is helemaal niet wit. Melk is niet wit? Nee, nee. Als je het vergelijkt met de dop. Hey, het is een beetje vanillevla. Ja, het is heel romig en heel geel. Nou, je bent er trots op. Ja, ja zeker weten, ja. Nou, ja onze koeien liggen op stro. En dat geeft best wel wat voordelen. Dus ze liggen altijd zacht en ze hebben eigenlijk geen beperkingen. En omdat de koeien horens hebben, hebben we ook heel bewust daarvoor gekozen dat ze meer ruimte hebben. Dus de koe heeft hier 18 vierkante meter. En normaal gesproken is dat meestal tussen de 3 en de 6. Weet je wat me opvalt op jouw boerderij? Er heerst totale rust. Ja. Ja, dat is wel heel belangrijk bij koeien dat ze rustig zijn en dat je rust creëert. Ze mogen wat mij betreft geen stress hebben. En als het rustig is, dan krijg je ook zelf een voldaan gevoel. Of zelf een dat je het fijn vindt om hier te zijn, om hier te werken. En dit was gewoon eigenlijk mijn droom om boer te worden. En het is toch gelukt. Ja.